Het vervolg van Ghost of Tsushima is aangekondigd. En die heet niet Ghost of Tsushima 2, maar Ghost of Yotai. Net als in het eerste deel spelen we als een krijger in feodaal Japan en ligt de nadruk op actie en het verkennen van de natuurrijke omgevingen. Assassin's Creed Shadows krijgt er dus wat concurrentie bij. Ghost of Yotai is vernoemd naar de regio waar de game zich afspeelt. Yotai, een berg in het noorden van Japan, in de regio die we vandaag de dag kennen als Hokkaido. De game speelt zich ook in een andere tijdsperiode af dan Ghost of Tsushima, in 1603 om precies te zijn, 300 jaar na de vorige game. Het is dus geen direct vervolg van de avonturen van Jin Sakai, maar je speelt als de vrouwelijke krijger Atsu. Die wordt opgejaagd door verschillende ronin. Een nieuwe held dus, in een andere regio van Japan. Misschien komen we af en toe wel wat afstammelingen van bekende personages tegen, maar daar zal het wel bij blijven. Atsu lijkt wel ongeveer hetzelfde masker te dragen. Het symbool van de ghost zal dus voortgezet worden. Atsu lijkt op vriendschappelijke voeten staan met een wolf en beschikt ook over andere wapens dan we gewend zijn. De nieuwe tijdsperiode brengt bijvoorbeeld musketten met zich mee en het lijkt erop dat je met twee zwaarden tegelijk kunt gaan vechten. Waar Jin in Ghost of Tsushima een fluit had, een shakuhachi, zien we Atsu met een snaarinstrument op haar rug lopen. Een instrument genaamd de shamisen. Die komt vaak terug in de trailer, dus waarschijnlijk speelt hij een belangrijke rol in het verhaal. De fluit van Jim was een cadeau van zijn overleden moeder, dus wij gokken erop dat de shamisen van Atsu een gulle gift was van de zwager van de schoonoom van de suikertante ofzo. In 1603 vond rondom Japan een historische omslag plaats. Dit is namelijk het begin van de Edo-periode, een van de meest vreedzame periodes van feodaal Japan. In deze periode kwam de morele code tot stand waar samurai vaak mee geassocieerd worden. Dat hield in dat je je eervol moest gedragen. Bijvoorbeeld door de naam van je tegenstander te roepen voor je ging vechten, geen vuile trucjes te gebruiken, duimpjes omhoog te geven op video's die je leuk vindt en natuurlijk gelijk even op de abonneerknop te drukken. Rond dit jaartal eindigt de Sengoku-periode, die juist gekenmerkt wordt door oorlog, crisis en chaos. Het is dus waarschijnlijk dat we die omslag mee gaan maken in Ghost of Yotai. In de trailer noemt een personage dat dit noordelijke gebied vaak een plek is waar mensen naartoe vluchten. Hij zegt ook dat Atsu zich vooral als een jager gedraagt. Als we dit in de historische context plaatsen, is het mogelijk dat de krijgers het oude shogunaat van Japan ontvluchten op het moment dat het dreigt te vallen. En Atsu gaat er dus achteraan om wraak te nemen. In de trailer lijkt het er in ieder geval op dat Atsu één naam van een doelwit alvast af kan strepen. Rond deze periode begon ook de onderdrukking van de plaatselijke bevolking van het Yotai-gebied door het nieuwe Tokugawa-shogunaat. Misschien krijgen we het dus wel aan de stok met zowel de oude als de nieuwe machthebbers. Er is wederom een focus op natuur, dus die visuals zijn flink gepimpt. In een blogpost van PlayStation wordt de aandacht specifiek getrokken naar de sterrenhemels en de planten die meedijnen in de wind, met dank aan het nieuwe windsysteem. Het zit er dus dik in dat we mooie vergezichten gaan zien. Ghost of Yotai wordt net als Ghost of Tsushima ontwikkeld door Sucker Punch, de studio die ook wel bekend is van de Infamous Games en de Sly Cooper Games. Het is wel voor het eerst dat ze een game exclusief op de PlayStation 5 gaan uitbrengen als die verschijnt in 2025. Nou, heb jij zin in Ghost of Yotai of had je liever een vervolg met Jin Sakai gezien? Laat het weten in de comments.